10 minuten en na 2 minuten zeg ik als u nog 1 minuut heeft. U hebt het woord. Amputatie, verlamming of een slechte been zijn door andere aandoeningen.
De scootmobiel is weliswaar vooral gebruikt als buitenvoertuig, doch er is ook een hulpmiddel voor gehandicapten nodig om ergens maar binnen te kunnen. Bijvoorbeeld boodschappen doen, winkelen, stemmen, ouderavond, theater, bioscoop, museum, gezondheidscentra en reizen met een busje, de metro of de trein. We ervaren in het dagelijks leven specifieke obstakels omdat het hulpmiddel groter uitvalt dan de reguliere elektrische rolstoel en omdat mensen ons wel eens zien lopen. Wij kunnen vaak niet naar binnen komen waar de reguliere elektrische rolstoel wel in komt of in mag. Of we passen niet in een lift of toilet vanwege de grootte van de scootmobiel. Bij reparaties genieten wij geen prioriteit zoals de reguliere elektrische rolstoel. Ook worden wij niet gelijk behandeld met de reguliere elektrische rolstoel, want voor een scootmobiel betalen we wel een eigen bijdrage voor een tweedehands hulpmiddel. Met dit manifest willen wij aandacht vragen voor de gelijkbehandeling van mensen die afhankelijk zijn van een scootmobiel. Wij willen 1. Dat mensen zich er bewust van worden dat veel scootmobielers ook gehandicapt zijn. 2. Meetellen in het VN-verdrag voor gehandicapten. Dat alle manifesten die gaan over mensen met een beperking ook gelden voor mensen die afhankelijk zijn van een scootmobiel. 4. Dat inclusie ook voor ons geldt. 5. Dat de ITS-normen worden toegepast waardoor gebouwen ook voor scootmobielen toegankelijk worden. 6. Dat onze zelfstandigheid en eigen regie gerespecteerd wordt. 7. Een normering van scootmobielen, nieuw, niet tweedehands, onder huidige wildgroei, antiques en verschillende kwaliteiten tegen te gaan. 8. Een gedragscode ontwikkelen voor scootmobielen in winkelcentra en openbare gebouwen, waardoor de norm wordt welkom, mits u zich aan de regels houdt. 9. De mogelijkheid om rijvaardigheidslessen te nemen en een rijvaardigheidstraining als vast onderdeel bij de aflevering van een scootmobiel. En 10. De laatste, structureel lotgenoot voor dat. Fijn, dank u wel, Martijn. Tweede vraag uit de commissie. Mevrouw Duin. Ja, dank u wel. Ook dank voor het manifest. Ik denk dat het goed is. U zegt dat scootmobielers, men moet zich ervan bewust zijn dat die ook gehandicapt zijn en dat ze ook zodanig behandeld worden, ook in het VN-verdrag bijvoorbeeld. Maar misschien begrijp ik het niet goed, maar als je een scootmobiel doet, heb je een beperking. Dus dan doe je toch vanzelf mee in al die verdragen en dan wil je toch op gelijke manier behandeld. Ja, nou ja, kijk, dat verwachten wij ook, maar in de praktijk ervaren we dat we wel eens niet als ze gelijk worden behandeld. Bijvoorbeeld, we passen heel vaak niet in een lift, of je kan een rolstoeltoilet niet in, of je mag gewoon ergens niet naar binnen. Dus in de praktijk blijkt dat niet altijd zo. Nog andere vragen uit de commissie? Dan dank ik u beiden heel hartelijk voor het inspreken. Dank u wel. Ga ik over op de actualiteit.